Dick Bruna. Tientallen jaren fietste hij dagelijks naar zijn studio in Utrecht, de stad waar hij zijn hele leven woonde en werkte. Tot ruim in de 80 tekende Dick Bruna nog elke dag. Zijn tekeningen hebben miljoenen mensen over de hele wereld geboeid, maar vooral zijn creatie Nijntje werd wereldberoemd. Hij tekende haar voor het eerst in 1955, voor zijn zoontje tijdens een vakantie. Ik ben altijd dat aan het vereenvoudigen en om dat in platte vlakte krijg ik. Ik ben er altijd vanuit gegaan, ja, wat je aan de muur hebt hangen of zoiets, dat is gewoon een blad papier en dat is plat. Als zoon van een uitgever werd verwacht dat hij in zijn vaders voetsporen zou treden. Maar vanaf jonge leeftijd wilde Bruna kunstenaar worden. Hij ontwikkelde zijn vaardigheden als grafisch ontwerper bij het maken van meer dan 2000 boekomslagen voor de uitgeverij van zijn vader. Maar het waren zijn kinderboeken die hem vanaf de jaren 60 internationale bekendheid bezorgden. Miffy was playing in the garden. All at once, she heard a loud buzzing noise in the sky. What could it be? Miffy looked up and saw a bright red aeroplane. Zijn minimalistische stijl werd al snel bijzonder gewaardeerd in Japan, waar zijn eerste boekje al in 1964 uitkwam. Gebruikmakend van niet meer dan 5 kleuren en een zwarte lijn, creëerde Bruna een wereld die voor iedereen direct herkenbaar is. Nijntje, hoe simpel ook, is altijd, die tekening is altijd toch levend. Want het is nooit strak langs een lineaal getrokken. Er zit altijd een bibber in, zegt Bruna, en dat is mijn bibber. Maar het is juist die bibber die tekeningen laat leven. Bruna werd geïnspireerd door kunstenaars als Matisse en Léger en wilde dat elke illustratie van zijn hand een kunstwerk op zich zou zijn. Het is nog steeds zo als ik nu zou beginnen vandaag aan een nieuw boekje over Nijntje en dan de eerste tekeningen die ik hier maak, dan denk ik bij mezelf, als ik dat zie zo de volgende dag of zo, dan denk ik van, het ziet eruit alsof je hier nog nooit getekend hebt. Van zijn boeken zijn wereldwijd 85 miljoen exemplaren verkocht in meer dan 50 talen, inclusief braille. Bruna stond er altijd op dat de puurheid van Nijntje overal bewaard werd en was nauw betrokken bij alle denkbare Nijntje-uitingen. Wat ik Bruna nalaat is een tamelijk veilig kinderland. Heel herkenbaar, een grote speelkamer, helemaal bevolkt met de figuren van Dick Bruna. Barbara en Bas en Nijntje Pluis en Tante Trein en die zijn er in Snuffy en die zitten daar allemaal. En daar kan een kind zich heel erg klein, gelukkig en veilig achten. En dat is heel belangrijk. Vandaag de dag valt de eenvoud en de puurheid van Bruna's werk nog steeds op. En meer dan ooit, sinds in 1955 bedacht werd, groeien kinderen wereldwijd op met de avonturen van Dick Bruna's Nijntje.